Gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden omgekeerd. Gekend, maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot ik mijn kop, maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben. Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent. Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen. Ja, echt alleen. Geen gezeur meer aan mijn kop. Ach, rot nu maar op. YouTube. Ja, ik ben altijd zo lui en dat soort dingen. Weet je. Ja. YouTube. Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden omgekend. Met bloed, zweet, zweet en tranen.
Steenwijk aan, dat je een huis cadeau krijgt. Als goede speler, hè? Oké, okay. Oh, dat zou heel mooi zijn. Die hek al. Lekker bouken. Ja, oké. Heb geluk gekend. Ja, mooi, mooi, mooi. Moet je niet wat gaan. Stoot ik mijn kop. Maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben. Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent. Met bloed, zweet en tranen. Ja, jongen. Goed. We moeten natuurlijk even net ongemerkt voorbij gaan met hem. Bij de trui-punt. Dat ten eerste. Dat is de eerste cadeau. Een bosje blom. Nou, voor de vrouw. Mooi. Ja, en dan denk ik, weet dit van is. Ik ben in eenheid recht en ik word ik eens. Knap dat laatste minuut. En draai op jou, maar zien met erin en toch slepen ze terug. Een grote klasse. En ik ben meer dat ze krijg, zou ik gaan een stuk wat vierten die ik voor u dan boeken. En dat is een fruitje. Iedereen zou het al fruitje krijgen en krijgt wel. Bij mij heeft het alles voetbal. Dat vind ik een grote klasse. Nou, bedankt. Tot ziens. Bouke, wat wil je nog zeggen? Speech? Succes van hem, jongens. En kampioen, promoveer. We hebben nog een kleinigheidje. Dat heb ik even nodig, jongen. Jawel, je komt er. Goed bewaren. En jongens, we willen jullie kruim bouwen nog wat. Ja. Wat houdt u daar? Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen. Ja, echt alleen. Geen gezeur meer aan mijn kop. Ach, rot nu maar op. Ja, de laatste 3 jaar. En, hoe doet hij het dan? Nou, hij gaat vooruit. Met een zware blessure gaat. En nu gaat hij weer de goede kant op. En wat voor type speler is Bouke? Bouke is een harde werker. Ja? En hij heeft heel veel drive. Ja? Alleen het overvoert hij, dat moet eruit. Okay. En als hij volgend jaar bij Steenwijk komt, dan zal het kappen en draaien. Dat moet hij afleren. En dat weet hij ook wel. Maar het is wel een hele positieve speler. En wat geef je hem dan voor technische tips? Nou, ik geef hem die tip, daar gaat het nou juist om. Ja? Hij neemt de bal aan en gaat hij niet direct spelen. Gaat hij altijd, gaat hij hem vrijlopen, vrij draaien. Ja? En dan weet je niet of hij een man in de rug heeft, of wel of niet. En dat moet hij gewoon gebruiken. En daar hebben we het vaak nog over. Want hij speelt maar vanaf zijn 4e? Dat weet ik niet. Ja, hij is al vanaf zijn 4e aan het voetballen. Ja. En dan denk je dat er toch wel ontwikkeling blijft komen? Als je dat niet denkt, dan moet je geen trainer worden. Oké. Okay. En bij Steenwijk, wat verwacht je dat hij daar gaat doen? Welke positiespel? Nou, hij moet op dezelfde positie spelen, links en rechts half. Maar dat hij eruit, dat wordt heel moeilijk. Ja? Er zijn 3 klassen verschillen. Dus, okay. Maar een tweede is ook mooi. Dan speelt de reserve hoofdklas, dan speelt de eerste klas. Dus ja, goed. Misschien wordt er meer genieten dan? Dat moet je altijd doen. Okay. Als je niet geniet, dan moet je niet voetballen. Nou, dat is een goede tip voor Bouke dus. Okay. Als hij hier weggaat. Nou goed. Hey, dank je. Je hebt ook met Bouke Paul gewerkt. Ja, okay, ja. En hoe dan? In welke situaties? Nou, als leider, maar vooral met de eerste. Fanatieke jongen. Altijd trouw op de trainingen? Altijd trouw op de trainingen. Hm? Heeft een rare blessure gehad. Komt hij niet van terug. Wat was het voor blessure? Een kruisband afgescheurd. Ook bij het spel? Ja. Training of in de wedstrijd? In de wedstrijd. Dat was dramatisch natuurlijk. Ja.
En daar, hij is nog niet helemaal op het oude niveau, maar ja, hij voetbalt weer. Dat is, Weet je wat Bouke voor VVV Oldeborne allemaal gedaan heeft? Ja, jeugd. In de jeugd heeft hij gezeten. En, ja. Wat deed hij bij de jeugd? Jeugdbestuur zat hij. En wat doe je dan als je in het jeugdbestuur zit? Van alles. Feestjes organiseren? Ook, en toernooitjes en zulke dingen van die jongens. Een elftal mens? Ja. Ook de derde helft, altijd aanwezig? De derde helft, ja. Heb jij nog iets speciaals meegemaakt met Bouke? Nou, hij heeft een voetbalstijl, hij draait veel en daar hadden ze wel eens een grapje over. Kappen draaien en dan struikelen. Okay. Die naam heeft hij een beetje. Oh, dat is zijn bijnaam geworden. Ja. Maar verder grote klasse, gewoon voetbalhart. En wat wens jij hem toe in de toekomst? Heel veel succes in Steenwijk. Ja. Oké, dankjewel. Ja.